Dennis Vianen, we staan hier na de wedstrijd Antwerpen-Charleroi. Jullie hebben met 1-0 gewonnen, proficiat. Het was een spannende wedstrijd, niet al te veel kansen, maar de inzet was onvoorwaardelijk vandaag. Hè? Ja, ik denk dat dat de wedstrijd is dat je op voorhand wist dat dat zo ging lopen, dat het scenario zo zou zijn. Twee ploegen die wel willen voetballen, maar die ook niet de deur gaan openzetten en een goed blok proberen te vormen. En ik vond het al bij al een aangename wedstrijd. Ik vond dat het goed op en neer ging. En je voelde wel wie eerst scoorde had die wedstrijd winnen. En wij hebben dat gelukkig kunnen doen. Ja, want het was toch echt al een topper. Charleroi stond tweede, wij weliswaar achtste. Maar toch een topper. Bereid je daar dan anders op voor? Is het druk hoger? Voel je dat? Nee, ja, je moet gewoon iedere wedstrijd op dezelfde manier aanpakken. Je voelt wel aan de randactiviteiten dat het een iets andere wedstrijd is. Maar als speler op zich moet je daar op dezelfde manier op voorbereiden. En wij moesten die wedstrijd eigenlijk winnen om terug mee te doen en volledig in het klassement terug te komen. En we hebben dat vandaag gedaan en nu kunnen we terug omhoog kijken. We weten dat we opnieuw een belangrijke wedstrijd hebben volgende week. We hebben nu 6-6, maar we mogen niet hetgeen wat we de laatste twee weken opgebouwd hebben zomaar terug weggooien. Ja, want Bart Willemsen die is nu bijna 2 weken coach. Is er eigenlijk veel veranderd sinds hij aan de slag is? Ja, we hebben 6-6. Dat is veranderd, dus we hebben 6 punten meer. Nee, ik denk dat je dat ook zag, dat we dat iets meer vanuit een bepaalde organisatie, vanuit een bepaald blok spelen, dat we met iets minder risico spelen en dat daardoor ook iets makkelijker is om te verdedigen. En we blijven toch onze kansen hebben, dus het komt er gewoon op neer. Die kansen zijn misschien niet zo talrijk als tevoren, maar het komt er nog op neer van die aantal kansen dat je hebt dat af te werken. En het is iets makkelijker, ik denk dat we iets makkelijker de nul gaan kunnen houden met het systeem dat we nu spelen. Ja, want dat is nu ook alweer 2 weken op rij, de nul gehouden. Zit er weer een nieuw clubrecord aan te komen, denk je? Wow, vorige keer dat we dat gezegd hebben, de week erop één tegen. Dus we gaan ons daar niet blind op staren. Maar het is wel zo, als je vanuit een goede organisatie, vanuit een goed blok speelt, dan heb je veel kans om de nul te houden. En ik denk dat we vandaag de kansen dat we weggeven, dat Theo dat subliem oplost. Dus ik denk dat het verdienst is van het ganse blok. En dat doet natuurlijk deugd. En dan weet je, als je dat kan vasthouden, dat je resultaten kan halen en dat je zelf met weinig doelpunten toch die top kan spelen. Ja, volgende week tenslotte gaan we naar Eendracht Aalst. Dat is vooral qua entourage ook een topper in tweede klasse. De supporters zullen er massaal aanwezig zijn. Kijk je daar naar uit? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, dat is dat vroeger nog op Aalst gespeeld en dat was dan al plezier. En wij hebben nu 6-6. We kijken omhoog. En we weten dat we die wedstrijd, we hebben een goede uitreputatie. We moeten dat proberen te bevestigen. En in het verloop en in de toekomst kijken, moeten we die wedstrijd winnen. En als we die wedstrijd winnen, dan doen we weer volledig mee. Dus vandaag nog eventjes genieten en morgen ook. Maar vanaf woensdag moeten we vol aan de bak om die wedstrijd zondag winnend af te sluiten.